Ajax en PAOK. Ze staan deze weken tegenover elkaar, maar heel veel hebben ze niet met elkaar gemeen. De twee enige spelers die voor beide ploegen uitkwamen zijn tegenwoordig allebei in Groningse dienst. Danny Hoese speelde een half jaar voor PAOK. Hedwiges Maduro mag met anderhalf jaar dienst in Thessaloniki de grootste ervaringsdeskundige genoemd worden van de tegenstander van Ajax. PAOK heeft wel een heel mooi project, heeft ook een goede eigenaar. PAOK is eigenlijk gewoon, hoort gewoon bij de top van Griekenland. Dus voor mij was het gewoon weer een reden om echt wel veel wedstrijden te spelen. Dat was eigenlijk de reden om naar Griekenland te gaan. Met πολύ falso δεύτερο δοκάρι, καλοκτυπημένο, ισοφαρίζει ο PAOK, είναι ο Maduro. Hoe was je periode daar? Beetje wisselvallig moet ik zeggen. De club heel goed, PAOK heel goed opgevangen, alles goed geregeld, maar alleen de competitie was wat minder dan ik had verwacht eigenlijk. Veel vechtvoetbal. Niet het voetbal dat ik gewend ben eigenlijk. In Nederland hebben ze altijd wel een idee, aanvallend voetbal. En, in Spanje ook wel, maar in Griekenland is het vaak verdedigend. Verdedigend voetbal en daar doorheen moet je dan kunnen spelen en dat was af en toe wel moeilijk. En ballen wegschieten, noem maar op, en dat was ik totaal niet gewend. Na anderhalf jaar PAOK en daarvoor periodes bij Valencia en Sevilla keerde Maduro een jaar geleden terug in Nederland bij FC Groningen. Ja, wel leuk moet ik zeggen. De Eredivisie natuurlijk, een bekende competitie voor mezelf. En ook weer dicht bij mijn familie, dus dat was ook wel een belangrijke reden. Als hij hier successen wil behalen, dan staat het hele plein vol. Dus dat zou wel leuk zijn als dit jaar kan gebeuren met een beker of play-offs winnen. Dus als kampioen worden, you never know. Als je kijkt naar Leicester City of wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dus dat moet hier gebeuren dan. Of Ajax-Groningen dit jaar echt een duel wordt tussen twee titelkandidaten zal bij de eerste ontmoeting dit seizoen op 3 december wel duidelijk zijn. Dan speelt Maduro in de arena weer tegen zijn grote liefde. Ik ben daar als kleine jongen begonnen, dus dat gaat niet zomaar weg. Ik kijk eigenlijk bijna elke wedstrijd als ik kan kijken. Dus vanaf de jeugd eigenlijk al een jaar gespeeld. Zoveel wedstrijden gespeeld, altijd goed opgevangen daar als een familie, zeg maar. Ik heb daar zelfs met school en combinatie heb ik zelfs op stage gelopen bij Ajax op de financiële administratie. Dus die mensen ken ik daar ook allemaal die daar nog zitten. En daarna in het eerste ook heel veel wedstrijden gespeeld. De Nederlands elftal gehaald. Dus ja, alleen maar positieve dingen. Dus het zijn mooie gevoelens. Inmiddels is het alweer 11 jaar geleden dat voor Maduro een van de belangrijkste momenten in zijn carrière aanbrak. Zijn debuut in de UEFA Cup tegen Auxerre. Ja, daar kwam het veld en ik was direct een tegengoal, zeg maar. Dus dat was een dubbel gevoel, zeg maar. Maar de meeste momenten bij Ajax bezorgden alleen een positief gevoel. Meest memorabel is ongetwijfeld zijn doelpunt op bezoek bij Feyenoord. 3-2. Trabelsi en daar is toch de 3-2 door Maduro. In de allerlaatste minuut beslist Ajax de wedstrijd door Maduro. De laatste minuut in de Kuip. Zulke dingen vergeet je nooit meer. En het zijn echt wel de mooie dingen die je later kan vertellen, zeg maar. En als kind van de club zal Hedwiges Maduro woensdag hopen op een Amsterdamse zege. Dat is ook logisch. Ik ben helemaal opgegroeid. Van kleins af aan het eerste gehaald, ook wat langs gespeeld. Dus dat is wel de club natuurlijk waar ik het meest aan te danken heb. Woensdag in Ajax TV meer Maduro. Dan analyseert hij de kansen van Ajax in het Tumba Stadion.